Skills, top rank, point blank, we vital. Spit flows, rip shows, beat the recital. Skills, now, you feel it when we drop those hot beats. Stop foes, killing shit, we got those skills. Mustafa, Luc, welkom bij Sans Soccer Talent. We zijn in Parijs geweest met Nike. Hoe was dat? Ja, het was leuk om mee te maken. Een aantal scouts die waren bij mijn allereerste oefenwedstrijd voor AFC waren ze komen kijken. En toen vroegen ze aan mij of het mij interessant leek om daaraan mee te doen. 300 jongens over heel Nederland gingen ze dan scouten, 300 aanvallers. En van de 300 aanvallers kozen ze er dan uiteindelijk 3 uit. En van die drie jongens die gingen dan naar Parijs om daar een 3-3 toernooi te spelen. En hoe ging dat, Luc? Ja, dat verliep wel redelijk. In het begin natuurlijk even wennen, want ja, we konden elkaar ook niet zo heel goed. Maar later pakte dat best wel goed uit. Wat hebben jullie eraan overgehouden? Heel veel leuke spullen. Ik heb gelijk bij aankomst kregen we een paar kiksen, een paar loopschoenen. Kijk, vest kregen we. Kleding gewoon om daar rond te lopen. Want alles moest natuurlijk Nike zijn. Dus heel veel leuke dingen en we mochten alles gelukkig ook van houden. Luc, wie heeft het meest voor jou betekend tot nu toe? Tot nu toe? Ja, toch wel mijn ouders. Want ja, die willen me toch altijd wel altijd brengen naar wedstrijden en zo. Dus, ja. Mos, wie is je idool? Mijn idool? Ik heb nooit echt iemand gehad waar ik tegenop keek. Ik heb wel spelers, heel veel aanvallers die ik leuk vind voetballen. Maar na dat tripje naar Parijs, nadat ik Zlatan heb ontmoet, is dat echt een man waar ik echt respect voor heb en waar ik echt tegenop kijk. Dus, okay. Luc, wat is volgens jou de beste transfer in de afgelopen periode? Beste transfer? Ja, Özil natuurlijk. Ja, ik ben zelf Arsenal fan. Dus dat is wel de beste transfer. Okay. Mois, wat is de invloed van zaalvoetbal op het veldvoetbal? Nou, nadat ik op zaalvoetbal ben gegaan, heb ik heel veel geleerd om de bal kort bij me te houden. En dat heeft echt heel veel geholpen, ook op het veldvoetbal. Zo, van korte aannames, kort draaien, alles gaat veel sneller in de zaal. En dat heeft me heel veel geholpen op het veld. Luc, wat zie je jezelf over 5 jaar? Voor 5 jaar? Goeie vraag. Ja, het liefst natuurlijk bij een BVO. En ja, gewoon, ja, het gaat in principe best wel goed bij Hollandia. Dus ja, wel in de hoofdklasse of topklasse, dat zie ik mezelf wel. Oké. Mois, wat is je doelstelling voor dit seizoen bij AFC? Bij AFC, in eerste instantie natuurlijk basis blijven spelen, dat is voor mezelf. En dan, qua teambelang wil ik natuurlijk ook promoveren, omdat ze vorig seizoen zijn ze helaas gedegradeerd. En nu doen we er alles aan om weer terug te komen in de eerste divisie. Het is goed voor een talent om zo vroeg mogelijk te debuteren bij de senioren. Het is natuurlijk goed om ervaring op te doen. Dat is echt een ander niveau wat je dan meemaakt. Als senior dan kom je veel meer fysiek tegen. En ik vind wel dat je een kans krijgt om hoger voetbal te spelen. Bij A-junioren bijvoorbeeld, omdat je dat eerder moet doen dat je naar de senioren gaat. Want dan kan je toch een jaartje A-junioren, dan heb je meer kans. Dus dan zullen we, tenminste, kom je beter licht dan dat je bij een derde klasser in de senioren voetbal bijvoorbeeld. Het is zonde dat er zoveel goede spelers buiten Saanstad spelen. Saanstad heeft behoefte aan een topclub. Dat vind ik wel.
Want ja, je ziet dat heel veel jongens ja, buiten Zaanstreek naar een Argon of AFC toe gaan. Terwijl eigenlijk heel veel talent in de Zaanstreek is. En er zijn heel veel clubs, maar niet, eentje speelt er niet echt super rol. Bijvoorbeeld topklas of hoofdklas. Daar hebben ze wel behoefte aan. En je denkt wel dat als de talenten met elkaar spelen, ja, dat dat wel gaat lukken? Ja, zeker. Ja.